Nou, het is echt frappant. Het is nu tijd om te koken en het zonnetje breekt door en ziet er stralend uit. Dat ik echt denk... Het is zaterdag. De ene laatste dag van de vakantie. Ik ben net uit bed en ik ga even ontbijten. Ik begin de dag lekker met een banaantje en thee. En ik begin nu met een yoghurtbakje. Ben aangekleed, opgemaakt. Top Morgan, mijn eigen vintage top. Broek in weer, laarsjes doen. En toen wilde ik buiten gaan wandelen met Sarah en even het park in en zo. En het gaat helemaal van god los nu buiten. Het waait, het hagelt, het regent. Dus ik zou niet eens naar de auto willen lopen zo buiten. Dus echt, ja, het is het op. Maar goed, Sarah is nu maar net de kamer gaan opruimen. En ik ga ook mijn huis rommelen, want ja, dit gaat het hem helaas weer niet worden. Echt. Maar goed, we blijven altijd lachen. Ik ben dan maar heel de dag bezig geweest met wassen. En ik ben nu de schone was in de kast aan het hangen. Of in de kast. Hoe heet het? Is dat in ieder geval gedaan op deze verschrikkelijke regenachtige dag. Dus ja, dat is dan wel weer het voordeel ervan. Ik moet zeggen dat het ondertussen best wel laat is. Maar goed, ja. Zo gaat de dag in ieder geval wel voorbij. Nou, het is echt frappant. Het is nu tijd om te koken en het zonnetje breekt door en het ziet er stralend uit. Dat ik echt denk, wil je wat lekkers even lekker buiten gaan doen? En dan stort het van de regen en op een moment denk je, nou, ik moet nu gaan koken. Want ik heb gewoon een dochter die op tijd moet eten, gaat het zonnetje schijnen. Echt, hoe dan? Maar goed. Ik ga een nieuw gerecht maken. Dat kreeg ik door. Met, daar heb ik deze voor gehaald. Quinoa. En dat is quinoa, weet ik veel. Iedereen zegt het anders. Met broccoli en gepaneerde kip. Ik heb dat nooit op. Gepaneerde kipfilet trouwens. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat. En dit is het geworden. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog nooit zo op. Dus let's see. Ik heb zo weinig gedaan met Sarah deze vakantie. Dus ik ben even druk bezig om te kijken om morgen toch een leuk dagje te plannen. Ik denk dat ook, ja, best wel veel gerelaxed natuurlijk en zo. Maar heel veel ideeën die ik had waren eigenlijk een beetje voor met beter weer. Dus ik heb net wat bedacht met wat slechter weer. En daar had ik ook wel ideeën. Ik heb zo'n map met allemaal ideeën, dingen die we kunnen doen. Maar alles wat overdekt leuk is, dat is allemaal echt heel ver rijden. En daar heb ik gewoon geen zin in. Plus mijn auto tankt heel slecht. En dat betekent dat ik gewoon een half uur moet inplannen om mijn auto te tanken. Letterlijk. En daar heb ik ook niet zoveel zin in. Dus ik weet wel iets wat ze heel erg leuk vindt. Dus ik ben nu aan het regelen dat we morgen een leuke laatste dag voor de vakantie hebben. Een goede afsluiter. En we moeten het nog even helemaal goed komen. Sarah ligt weer op bed, dus ik heb even tijd voor mezelf nu. En ik heb echt deze winter altijd wel, maar deze winter heel erg droge handen. En ik ga ze insmeren, dus ik ging net kijken. En ik heb echt 20.000 handcremmetjes. En toen vond ik deze, en die heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Dit is de Douglas Home Spa Harmony en Ayurveda. Met almond seed oil en sesame oil. Ik ben heel benieuwd. Dat heb ik nooit geprobeerd. Maar het ruikt wel echt heel erg lekker. Dus ik ga even mijn handen dik insmeren. Echt heel dik. En dan ondertussen ga ik een serie kijken. Nieuw op Netflix. Schijnt heel erg goed te zijn. I am not okay with this. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb namelijk echt geen idee waar die over gaat. Ik hoor alleen maar en ik lees alleen maar... van alle kanten dat het een hele goede serie is. En dat hij helemaal hot, happening en trending is. Dus ik ben benieuwd. En ik ga het zien. Ik heb weer lekker popcorn gemaakt.
Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Ik zat zo in de serie. En ik heb hem gewoon helemaal afgekeken. Nou klinkt dat wel erger dan het is. Want 7 afleveringen van onder de 25 minuten. Dus het is eigenlijk gewoon een lange film. En toen keek ik op de klok. En toen dacht ik, oeh, het is iets later dan de bedoeling was. Dus toen ben ik eigenlijk zo snel naar mijn bed gegaan. Dat ik helemaal niet meer heb nagedacht om de vlog af te sluiten. Dus bij deze, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan ga ik nu gelijk de volgende vlog starten. Doei doei!